Oké, we hebben gekeken of ik beter ben dan Chesto en Paradeuce. Maar vandaag gaan we het opnemen tegen niemand minder dan mezelf. Zoals jullie weten heb ik twee accounts. Eentje met 3000 wins en eentje waar ik nu op speel. En ik weet eigenlijk ook niet waarom ik op een andere account speel. Maar op mijn hoofdaccount, waarbij ik echt alle wins vroeger heb gehaald en die jullie allemaal kennen, daar hebben wij best wel bizarre statistieken. Ik heb namelijk op mijn hoofdaccount een KD van 8.81. Dat ding dat wij straks 9 kills minimaal moeten halen. Gelukkig hoef ik maar 5 minuten te overleven, want die is vrij laag. Ik weet eigenlijk ook niet hoe dat komt. Maar we moeten 5 minuten overleven en 9 kills maken. En dan zijn we beter dan de oude Torben. Oké, jongens, aangezien wij vandaag 9 kills moeten maken en 5 minuten overleven. Kijk, 5 minuten overleven lukt wel, maar 9 kills is nogal een challenge. Dus ja, ik moet gewoon vandaag in Tilted gaan landen en die 9 kills gaan pakken. Ik heb geen keus. En ik ga me ook gewoon gelijk op deze blimpen landen. Gewoon omdat het kan. En ik hoop dat daar een kistje ligt. Waarschijnlijk niet. Oh jawel, ja, ik zie een kistje. Top. Daar gewoon een lekkere sniper uit te krijgen en iedereen gelijk helemaal kapot kan snipen, ben ik gelukkig. Oké, eens even kijken. Wij krijgen een sleutel, wat al erg fijn is. Daar landt iemand bovenop, kijk. Nee! Oh, dat is dan weer jammer. Ik wou eigenlijk gewoon gelijk een kill hier pakken. Maar ik kan hem wel gewoon stalken in principe. Als ik wil. Ik moet gewoon snel een kill pakken. Oké, dit hoef je niet te doen. What? Hoezo miste ik daar alles? En waarom heeft hij... Ongelooflijk. Kom hier. Nee, ik wil deze kill. Oké, dat is in ieder geval 1 kill. Geef mij shields, dank u. Een sniper, ja. Het is echt ongelooflijk dat die vent dan net een shockwave grenade krijgt om weg te gaan. En even reloaden. Oh, er komt iemand naar me toe. Kom alsjeblieft naar me toe. Dat zou ik top vinden. Lekker. Is nog een kill. Oh, er is hier iemand. Woe! Ik heb echt mijn wapens staan helemaal verkeerd. Zo en zo. Oké, staat, nee, staat goed. 3 kills, nog 6 te gaan. Oh, hallo. Hallo, wie deed dat? Oh, en daar vliegt iemand. Iemand ging hier toch in een auto. Nee! Nee, kom terug! Kom terug! Yes! Oké, die is ook dood. Mag ik jouw shockwave ineens? Alsjeblieft. Zo. Dank u. Oké, dit gaat tot nu toe goed. Nog 5 kills en dan hebben we in principe de hele challenge voltooid. En dan gaan we even deze gebruiken. Njoom. Holy shit, dat gaat ver. Wow, yo, dat wist ik niet. Oké, kunnen wij hier een beter... Oh. Kom hier. Yes! Yes! Geef mij alsjeblieft een betere shotgun. Ja. En deze wil ik ook. Oké, dat zijn 5 kills. Nog 4 te gaan, jongens. En we hebben geen tweede sleutel. Dat is dan wel weer jammer. Oké, ik ga hier even omhoog. Even kijken of wij nog wat mensen kunnen spotten. Zijn er nog meer mensen in Tilted geland? De ja of de nee? Ik denk dat we er redelijk al wat nu hebben gepakt. Oh, auto. Ik kom eraan. Daar gaat hij. Oh, hij gaat eruit. Nee, ga nou niet. Yes. En je hebt ook een gouden... Oeh, lekker. Lekker. En dan pakken wij hier deze auto. We zitten op 6 kills. Nog 3 te gaan. Oh, dit gaat de goede kant op. Nu heb ik gewoon heel veel mensen aan deze kant gekild. Dan kan ik denk ik nu gewoon deze kant op. En gewoon iets rustiger nu gaan, denk ik. Weet ik niet. Oeh, ik hoor schoten aan 2 kanten. We hebben keus. We hebben gewoon keus, jongens. Ik weet niet waar die op... Oh, zo. Die was op mij. Ik ga even in deze hoes zitten. Hij zit echt onder mij. Hoppa, dat is nog een kill. Oké. En dan is daar nog iemand. Wat doe je? Wat ben je aan het doen? Die is ook dood. Oh mijn god, ik hoef eigenlijk nog maar 1 kill. Ik wil eigenlijk even naar die ballon. Ik denk dat we daar nog meer mensen kunnen tegenkomen wellicht. Oké. Zien wij ergens meer mensen die aan mijn wapens willen ruiken? Ik denk dat we gewoon doorgaan. In principe, als ik de laatste persoon nu kill, dan hebben wij 9 kills. Hey. Maar ja, we gaan natuurlijk kijken of we gewoon nog meer kunnen kijken. Kijken of we de oude V-Torben kunnen overklassen. Oh, ik zie iemand.
Ho, wacht. Voordat wij erachter komen of ik die negende kill ga maken, moet ik jullie vertellen over Streamlabs, die deze video sponsort. Heb jij nou zelf de droom om dagelijks video's te maken of om dagelijks te livestreamen? Dan ja, heb ik de beste oplossing voor jou. Namelijk Streamlabs. Streamlabs is een gratis streamingplatform dat door 80% van de streamers wordt gebruikt op Twitch, TikTok en ja, ook hier op YouTube. Streamlabs heeft het namelijk zo makkelijk gemaakt dat jij je kanalen kan laten groeien tot wellicht wel één van de allergrootste. Denk maar aan alerts van je volgers, mensen die doneren of zelfs abonneren op jouw kanaal. En wellicht wel je eigen merch store, maar er is nog veel meer. Naast het streamen is het natuurlijk ook super makkelijk om je video's op te nemen. Kijk maar even. Naast deze vette mogelijkheden biedt Streamlabs jou ook een abonnementservice genaamd Ultra. Want voor maar 19 euro per maand kun jij 4 extra tools krijgen die het jou allemaal nog een stuk makkelijker maken. Ten eerste heb je Melon, die het je mogelijk maakt om op alle platformen tegelijk live te streamen, mensen uit te nodigen, je scherm delen en alles customizen met thema's en nog veel meer. En als tweede hebben we Oslo, een bewerkprogramma waarmee jij je eigen streams zou kunnen editen, clips zou kunnen uitzoeken of zelfs, zoals ik, mijn YouTube-video's ga editen. Dan hebben we ook nog Willow, waarmee jij alle links van je social media onder elkaar kan zetten op één pagina die jij zelf kan customizen, waarmee jij makkelijker te vinden bent en het er heel professioneel kan uit laten zien. Als laatste hebben we Crossclip, waarmee je makkelijk een clip kan pakken van jouw YouTube of Twitch stream en daarmee gemakkelijk een YouTube short, Instagram reel of een TikTok kan gaan maken. Maar het allermooiste van dit is dat je honderden euro's kan besparen door een abonnement te nemen van 19 euro per maand. En niet overal één abonnement op één ding moet nemen, nee, alles in één, 19 euro per maand. Klik even op de link bovenaan in de beschrijving als jij bij de grootste YouTubers of streamers wil gaan worden. En wellicht kunnen we elkaar dan binnenkort collega's noemen. Ook dood, kijk! Dat is nummer 9. Waar is nummer 10? Daar is nummer... Oh! Oh, daar is nummer 10 waarschijnlijk. Oh, jij gaat niet naar mij toe. Oké, dat is nieuw. Misschien gaat hij de kluis openmaken of zo. Nee, hij gaat ook omhoog. Oh, ik heb helemaal geen sniperkogels meer. Oh, yo, als hij dat redt, dan dikke GG. Ik moet meer sniperkogels hebben. Ik heb gewoon nog maar... Ik heb nog maar één kogel. Oh, er zit hier iemand met zo'n zwijn. Oh, hier. Nee, nog één kogel. Deze is ook dood. Woe. Maar dat was volgens mij niet de persoon die... Ik zag net een andere persoon. Ik zag een andere persoon. En aangezien ik nu nog niet weet waar die is, gaan we even... Oh, daar komt hij. Is ook dood. Woe. Ik moet even hier weg. Ik weet niet hoe lang ik me hier nog veilig ga voelen. Oh mijn god. En ik heb meer shockwaves nodig. Maar we zitten al op 11 kills. Gaat best wel lekker zo. Weet je wat? Ik drop deze hier gewoon. Daar ergens. Zo. En dan... Oh, dat werkt zeker niet. Oh, die boom staat in de weg. Update. Zijn dit shockwave grenades? Dat zijn shockwave grenades. Zeker. Oh, ik zie daar iemand boven op de berg. Ik zag daar iemand boven op de berg. Oh, nee. Dat was mijn laatste sniperkogel. Ah, wat zuur. Oh, dat is echt heel zuur. Oeh, wij kunnen heel misschien die kluis open... Ja, die kluis kunnen we openmaken en dan kunnen we kogels krijgen. Ik denk dat ik dat even snel ga doen. Oh, dat moet ik wel snel doen, want de storm is al aan het klein worden. Maar ik moet wel... Oh, oh nee, er zijn hier al mensen. Hallo. Wie ziet er nou uit? Ik heb geen idee. Ik weet niet hoe hij dit heeft gedaan. Zal wel. Prima. Zijn er nog meer van die... Ja, er zijn er nog meer. Waar is hij er nou uit? Oh, hij is zoveel geluk. Zoveel geluk. Oeh, ik zie daar iemand. Daar beneden. Ik denk dat dat hem wel is. En daar zien we ook iemand. Ik weet het niet. Er zijn twee mensen daar volgens mij nog. Even kijken of ik nog iemand daar zie. Ja, ik zie daar nog iemand. Oké, die is dood. Nee, ik moet nog... Ah, ik moet mijn sniper reloaden. Nee, ik heb nog steeds geen kogels. Dat is het. Oh, dat is zo naar. Oké. Okay. Heb jij sniperkogels voor mij? Nee, ook al niet. Waar zijn alle sniperkogels dan? Ik word hier gewoon echt een beetje genaaid, mag ik wel zeggen. Oké. Woe! Daar is iemand, in ieder geval. Kom je naar mij toe of niet? Ik weet niet of je weet dat ik hier ben. Oké, nee.
Nee, wij gaan even die auto pakken. Oh, dit is niet heel handig. Maar maakt niet uit, we zitten nog veilig. Oh, hier hebben we nog een trucker. Gezellig, maat. Ik rij met je mee. Oh, hij gaat uit. Nee, hij stapt niet uit. Nee. Ik heb sniperkogels nodig. Hoe kan ik 30 kills hebben en geen sniperkogels? Ik snap het niet. Ik vind het vrij bijzonder. Hier ligt allemaal loot van mensen die ik heb gekillt. Zonder sniperkogels. Ik hoor hier schoten. Is nog een kill? Is nog een kill? Als jullie geen sniperkogels hebben, dan weet ik het niet meer. Echt niet. Ja. Oh. Oké. Let's go. Eindelijk. Mocht ik wel een keer. Nou hoorde ik nog wat mensen schieten aan die kant. Oké, ik ga heel even een bush uitzoeken. Dan kan ik daar mijn sniper in reloaden. Dan gaan we gewoon verder. We zitten op 15 kills. Oh! Woo! Oh my god. Er zat hier al iemand in. Er zat hier gewoon al iemand in. Oh, en er komt nog iemand aan daar. Komt nog iemand aan daar. Oh, die komt recht om af. Oké, die is ook dood. Oh, mijn god. Oh, jongens. Oh, daar dus. Nee, jongens. Waarom? Hij heeft 5 HP, 9 HP. Hoe kan ik zo'n potje nou gewoon niet even helemaal uitspelen? Hoeveel kills zaten we? 17 kills. Ah, hier baal ik echt als een stekker van. Kijk, in principe beter dan de vorige torpen, maar we hebben niet gewonnen. Dus ik vind eigenlijk dat we de challenge niet voltooid hebben deze keer. En ik baal er echt van dat we deze niet hebben gefinished. Ah, helaas. Jongens, ik wil jullie wel bedanken voor het kijken naar de video. Vond je het tof? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer beneden op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen weer bij een gloednieuwe video.